8 provinciale statenleden. Mijn naam is Tanja van der Ven, melkveehouder uit Beek en Nonk. Ik ben een hele trotse melkveehouder. U heeft 7 juli heeft u een besluit genomen. Dat vind ik gewoon buiten proporties voor de sector. Eenzijdig is er een afspraak opgezegd. Een afspraak die we samen hadden genomen. En in mijn ogen kan je een afspraak alleen maar met z'n tweeën opzeggen. Ik vind dat eigenlijk onbehoorlijk. Heel veel gedaan en toch dreigt nu kopje onder te gaan omdat de daad met naar voren gehaald wordt. En ik heb gewoon nog één stal die 50% reductie heeft, niet die 85%. En die stallen die meer hebben gedaan, die mag ik niet verrekenen met die ene stal, het intern salderen. En dat kan ik gewoon niet meer opbrengen. Dus alle inspanningen die ik heb gedaan zijn uiteindelijk voor niks geweest. Ja, de gevolgen voor ons bedrijf, voor ons gezinsbedrijf, zal betekenen dat we de koeien zoals we die nu huisvesten in een gesloten stalsysteem moeten huisvesten. Dus met een luchtwasser, met alle zijden, 3 zijden van de stal moeten dicht zijn. En dat betekent dan weer dat de zichtbaarheid van onze sector onder druk komt te staan. We hebben als sector zoveel positieve dingen al geïnnoveerd op het gebied van dierenwelzijn en milieu. En met deze desastreuze maatregelen gaat u ons echt niet vooruit helpen. En gaat u ook het milieu en de consument en de burger niet vooruit helpen. Ja, ik ben al 20 jaar bezig om allerlei maatschappelijke zaken in mijn bedrijf te integreren. Ik heb 3 stallen met 95% luchtwassers erop. Ik heb gewerkt aan landschappelijke inpassing van mijn stallen. Zoals u kunt zien heb ik ook samen met de provincie Brabant gedaan. Ik heb het dierenwelzijn gewerkt, groepshuisvesting, daglicht in mijn stallen. We staan hier in een wat duurzame veehouderijstal. Waarin allerlei innovaties zitten op het gebied van dierenwelzijn en milieu. Dat is bijvoorbeeld een geïsoleerd dak. Er zit een weerstation op de stal. Wanneer het te warm wordt voor de dieren, dan gaan de ventilatoren aan die je achter mij ziet. De koeien liggen op dikke matrassen. De kringlooppezer is een management instrument. Dat vertelt iets hoe dat je de koeien voert en wat de uitstoot is aan ammoniak, fosfaat, noem maar op. Dat wordt steeds verder uitgebouwd. Dus dit managementinstrument zal we kunnen gebruiken om te laten zien hoe efficiënt wij voer omzetten in melk en hoe weinig ammoniak uitstoot dat we kunnen werken. En we doen nog veel meer. Bijvoorbeeld, we hebben een kikkerpoel aangelegd, we hebben een amfibieoever aangelegd. We produceren melk aan Friesland Campina volgens de Focus Planet richtlijn. We doen aan weidevogelbescherming. We hebben een luchtwasser geplaatst op het varkenshok wat ook op dit erf staat. En ga zo nog maar eventjes door. Dus er zijn volop mogelijkheden dat we werken naar een milieuvriendelijkere en duurzamere veehouderij. Ja, beste provincie, ik sta op het moment op het punt om een nieuw zonnedak te leggen. Mijn bank is uiterst kritisch over of ik mijn geld in een zonnedak moet investeren of in nog een luchtwasser. Helaas is die extra luchtwasser nog dichterbij gekomen. Ik hoop dat het allemaal goed komt. Wij gaan in ieder geval naar het Zetteltjo Festival met groepen boeren samen. Omdat we daar vinden dat we er zinniger bezig zijn als nog een bezoekje aan de bos. We gaan het op onze eigen manier oplossen.